In deze video zijn we weer bij de bunker. Hij is er nog, dat is een voordeel, maar er is ook een nadeel. Let op. Hier ligt gewoon letterlijk ijs op het dak. Hier lag ook elke keer een plas, die is ook best wel weg, dus dat scheelt. Maar kijk, je ziet dat die heel erg vochtig is. Afgelopen zaterdag was ik hier nog en toen stond er nog zo'n laag water. Nu is het water bijna helemaal weg, maar ja, je kan er niet echt van alles doen. Er zit hier een gat, die gaan we proberen even dicht te maken en we gaan hem weer helemaal bedekken. En als er straks weer wat bladeren aan de bomen zijn, dan gaan we hier weer aan het werk. Dus dat is even een update over hier. En nu aan de slag. Ik ga proberen dat het zeil weer helemaal bedekt is. En de hoek achterin waar het water binnenkomt, die gaan we ook proberen weer dicht te krijgen. Ondertussen ga ik jullie nog wat andere dingen vertellen die ik even kwijt wil. Het is zo dat ik de laatste tijd iedere week een video upload. Alleen vind ik de kwaliteit niet altijd goed genoeg. Maar ik probeer dan toch te uploaden. Hoe komt dat dan? Het is zo dat ik 36 uur werk bij To Survive. Hè, waar je soms ook beelden van ziet. Bijvoorbeeld boogschieten is daar grotendeels opgenomen. Ik heb daar gewoon een volle werkweek. Buiten dat help ik Govert nog met wat dingen. Heb ik een huishouden en probeer ik nog deze filmpjes te maken. En soms lukt het dan net niet helemaal om een perfecte video te krijgen. Ik twijfel dan vaak, ga ik deze uploaden? En meestal doe ik het dan toch om maar een video naar buiten te brengen. Ik hoop in de toekomst iets meer tijd en ruimte te hebben om echt een kwalitatieve video te maken. Het is zo dat ik momenteel druk bezig ben om een verhuizing voor te bereiden. En straks ga ik dus ook verhuizen. En ik hoop dat het lukt om iedere week een goede video te blijven uploaden. Maar ja, het lukt niet altijd om de juiste video te uploaden. Volgende week en die week daarna komen wel echt bangers van video. Dus dat komt goed. Hier ga ik nu even snel verder. In 2023 gaan er een hoop vette video's aankomen. Als je deze niet wil missen, abonneer dan op mijn kanaal. Ik heb enorm koude handen inmiddels. Het is niet heel lekker, maar ik ga gewoon verder. Het is zo dat ik voor de toekomst nog hele leuke ideeën heb. Maar als jij denkt, ik heb ook echt een tof idee, laat het weten in de reacties. Vind ik hartstikke leuk. Volgende week of die week daarna komt er een video. Die heb ik vanuit de comments. Vind ik gewoon echt een leuk idee. Ben ik tegengekomen en toen dacht ik, dat ga ik doen. Dus laat je comments hierachter en ik ga weer even verder. Als jullie in de reacties laten weten wat jullie nog meer willen zien dat ik aan de bunker doe, laat het weten, dan kan ik het over een aantal weken gaan uitvoeren. Het is ongeveer 0 graden en mijn handen worden vochtig van die bladeren. Het doet enorm zeer, het is niet heel chill. Maar goed, het begint steeds meer weer helemaal dicht te zijn. En dan kunnen we over een tijdje weer mooi verder aan de bunker. De deur is inmiddels gesneuveld, die is niet meer wat het was. Maar goed, hij moet ook even bedekt worden, zodat het niet meer opvalt. Ik maak YouTube video's omdat ik het leuk vind om buiten bezig te zijn. Verder vind ik het heel vet om andere mensen te inspireren om ook naar buiten te gaan. Ik zoek graag mijn eigen grenzen op, waarvoor ik allerlei challenges verzin. Het creatief bezig zijn hierin vind ik erg leuk. Zo probeer ik iedere keer een ander bouwwerk te maken of net weer andere spullen te gebruiken. Ik weet zeker niet alles, maar ik probeer te leren door mezelf uit te dagen en hoop daarmee dus andere mensen te inspireren en te motiveren om de natuur in te gaan. Als je meer van mij wil weten, laat dan even in de reacties weten wat. Geniet voor nu nog even hoe ik de bunker afmaak.
was de laatste hand bladeren alweer. Ik ga jullie nog even wat vertellen en dan gaan we zo weer verder. Zo, bunker is weer helemaal bedekt met bladeren. Deur weer dicht en het gat waardoor er veel water naar binnen stroomde is ook dicht. Het is zo dat de bunker nog steeds wel heel drassig is. Dus ik kan nog niet echt verder met de kachel die ik zou gaan bouwen. Dat komt dus later. En ik wil nog wat anders vertellen. Ik heb sinds kort een tweede kanaal, Tom Outdoor 2. Daar maak ik samen met Thijs filmpjes zonder te praten of met heel weinig praten. Dus dit publiek kan over de hele wereld deze filmpjes kijken. Vind ik ook erg leuk. En lijkt je dat leuk? Check het ook even, Tom Outdoor 2. En dan moet dat goed komen. Ik wil nog één keer zeggen, ik vind het jammer dat niet alle video's echt perfecte kwaliteit zijn. Ik hoop in de toekomst daarin te verbeteren, dat de video's, de kwaliteit steeds hoger wordt. Om te zorgen dat de video's echt heel leuk zijn. Allereerst bedankt voor alle kijkcijfers de afgelopen tijd. Enorm fijn om dat mee te maken. Veel mensen die het kijken, dat is echt heel tof. Nu is het aan mij om een stap verder te komen. En als jullie ideeën hebben, laat het hieronder weten. Ik kijk ernaar, ik vind dat leuk. En ik heb nog veel leuke ideeën dit jaar. Dus er gaan zeker hele vette video's aankomen. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Abonneer op mijn kanaal. En laat in de reacties dus weten wat jij van deze video vond. Komende weken komen er bangers aan. Dus abonneer alvast, dan ga je ze niet missen. Abonneer dus even op dit kanaal en check ook Tom Outdoor 2 uit. En ik zou het tof vinden als je daarop abonneert.